Het grote moment daar dat we klaar zijn voor de trekking van het Nationale Songfestival. Het lijkt wel alsof een voetbalwedstrijd. Ah, alsof maar dat moet ook. Ploegen aan elkaar gaan verbinden. Dat is ook zo. Mensen zitten op het puntje van hun stoel. Hoe het precies in zijn werk gaat, dat leg ik straks uit. Maar eerst, dames en heren, is zij hier. Ze wordt wel genoemd de diva van het Songfestival. Hier is Ruud Jacobs. Instaan, Ruud. Oh. Ja, dat zou hebben we het. Okay. Ruud, wat zie je er goed uit? Nou, jij ook, schat. Ja. Die baard staat je goed. Vind je wel? Jawel. Oké, we moeten een aantal dingen met je bespreken, Ruud. Je haar zit leuk. Ja, dank je wel. Ja, wat heb je met Pieter gedaan? Dank je hartelijk. Dit is wat we straks gaan doen, hè? Maar eerst even over jou, want je hebt de tour helemaal erop zitten, Simply the Best. Ja. Ja. Er is er bijna weer een jaar geleden. Denk ik. Ja. Het is een CD en een DVD. Ja. En die is vanaf 16 maart te komen. Dit is hem. En als u zich afvraagt, wat zijn dan de beelden? Heb jij het gezien, Irene? Nou, nee, die niet. Maar die shows daarvoor heb ik wel. Nou, je hebt wat gemist, kijk, hoor. Even kijken. Ja. Allemaal liefjes op een rij. Nee, maar. Hier onder zitten er homo's in de zaal? Nee. Al die vrouwen waren heel bijzonder. Maar je kan niet kiezen. Nee, het is gemeen om te kiezen, want ze waren allemaal grote legendes natuurlijk. Allemaal vrouwen van wie ik het heb moeten leren. Dus het zou niet eerlijk zijn. Nee. This is my life. Ook, maar al die vrouwen die ik heb nagedaan, het waren er eigenlijk nog veel meer. We hebben moeten knippen. Yeah. Nou komt dit gelukkig uit op DVD in maart. Dan kunnen we de show... Ja. Wil je wat zeggen? Nee, ja, 17 maart komt die uit. Geef niet, 13 maart. 16 maart. Maakt niet uit. Nee, maar ook zoeken het. Anyways, hij is verkocht. Luister, ik heb hier een papiertje. Dat staat op 16 maart. Is het waar? 16 maart komt die uit en 17 maart wordt die uitgezonden door de Tros. En dat zo is klopt. Het. Ben jij niet gevraagd voor de jury van het Songfestival? Nee, en ik zou ook niet willen, denk ik. Wat? Nee, ik heb het verleden al gejureerd en het is goed zo. Ja. Oh. Het is, nee, het is niet... Je hebt in de jury gezeten toen Nancy het presenteerde. Ja. Dat klopt, ja. Dat klopt. Ja. Dat is altijd een roeling. En het was leuk om te doen, maar ik vind het toch lastig. Want om echt je mening te geven en dat mensen het accepteren... kan soms heel zwaar vallen, hè? Ja, dat de is. Waarheid is hard. Ja, maar daar word je op aangesproken. Daar word je op aangesproken. Ja. Ik denk dat het goed is. Ik heb er geen zin meer in. Nee. Maar iets wat je ook wel nog doet door het land, los van het zingen, is ook presenteren. Want Eurovisie in Concert, dat is op 21 april in de Melkweg in Amsterdam. Dat zeggen wij ook met trots, omdat dan heel veel sterren van het Eurovisie Songfestival hier bij Live for You komen. Dan kunnen we gewoon kiezen. Zeggen we, nou, doe maar uit Duitsland of uit Azerbeidzjan of wat dan ook. Dat ga je presenteren met Konrad Maas. Ja, gehoord. Erg leuk. Erg leuk. Hebben we alles besproken? Nou, nee. Hoe is het met Edcilia? Nou, ik moet je zeggen, ik heb er, nou, met Edcilia is het goed. Ze belt me af en toe op. En ik moet het ook wel. Ik heb er nu al 2 weken niet gesproken, dacht ik. Maar ik moet het wel. Je kan nu vast even iets zeggen. Ik moet het wel goed houden, die relatie. Oké. Straks krijgen we van jou, los van de trekking, ook nog vrede. En dat vind ik ook zo fijn, want er zijn heel veel mensen die zeggen... ik doe mijn Songfestival liedje niet meer. Zoals Celine Dion niet meer het prachtige nummer uit 1988 wil doen. Ze doet het niet meer. Oh. Jij wel, gelukkig. Zeker wel, want dat heeft me gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Kijk, gelukkig. Dat zijn nou... Ja. Ja, Celine Dion. Kijk ze nou zitten. Ze zijn heel erg nerveus. Ruud, ik wil van jou weten. Ben je er klaar voor? Helemaal. Vind het zo spannend. Ben je er klaar voor? Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ja? Is het publiek er klaar voor? Ja.